Inwoners van de Achterhoek houden droge voeten door het grote dijksysteem langs de Rijn. En daar speelt Duitsland ook een rol in. Bij de grensplaats Emmerik wordt hard gewerkt aan een stuk dijk van enkele kilometers. Want de eeuwenoude waterkering was toe aan vervanging en is een belangrijk onderdeel van de dijkring 48 die langs de IJssel en Rijn loopt. Die IJsseling had den grond dat we hier een historisch gewachsenen dijk hebben, der in kern fast 900 jaar oud is. En halt met de jaren en met de Erhöhungen, die we immer wieder durchgeführt haben, is dat materiaal niet meer zo gelagerd wie het zijn sollte. Hoe groot het gevaar bij een dijkdoorbraak kan zijn, blijkt wel uit de simulatie die het waterschap heeft gemaakt. Het water zou vanuit de Rijn zelfs door kunnen stromen naar Doetinchem. Daarom is de dijkring 48 van groot belang, weet ook dijkgraaf Hein Pieper. Het is een beetje zoals een muur bouwt, hè, om een stukje bescherming te creëren. Als je dat voor 2/3 aan de Nederlandse kant creëert en je laat 1/3 aan de Duitse kant, breng hem niet op dezelfde hoogte, dan heb je investering, bij wijze van spreken, aan de Nederlandse kant minder effect. Ik zeg niet dat ze geen effect hebben, maar minder effect. Dus juicht de dijkgraaf het werk aan de dijk in Emmerik toe. De Duitsers gaan met een nieuw systeem werken. Alte dijken, die bestaan uit één materiaal, zijn homogeen, dat is hier leem. Der ist in sich eigentlich auch standsicher. Das heißt aber, bei langanhaltenden Hochwässern ist es einfach so, dass er sich wie ein Schwamm aufsaugt und dann wie ein Pudding ist. Und dann besteht die Gefahr, dass er nicht mehr so standsicher ist. Und die neuen Deiche sind so aufgebaut, dass wir halt ein Fundament aus Lehm haben. Darauf kommt ein Stützkörper aus Sand. Auf der Landseite bekommen wir ein Berme mit Filter. Da tritt irgendwann natürlich auch Wasser ein, aber durch die Materialien, so wie sie eingebaut worden sind, ergibt sich eine Sickerlinie, wo das Wasser auf der Landseite dann unten aus der Böschung austritt und der Deich dann halt standsicherer ist. Het water kan wel binnendringen in de dijk, maar kan nu aan de andere kant weer wegvloeien, waardoor de waterkering blijft staan. Waar Nederland waterschappen kent, lopen maatregelen in Duitsland via de deelstaatregering. Pieper juicht het werk in Emmerik toe, maar ziet ook dat er nog een wereld te winnen is. We lopen al voor op de Duitsers, want het niveau wat de Duitsers willen bereiken, dat hebben wij in 2017 al bereikt. En wij zijn al weer een slag verder, omdat wij weten dat er door klimaatveranderingen grootveranderingen optreden in de watertoevoer. De noodzaak is voor dijkgraaf Pieper meer dan duidelijk, met de overstromingen in Limburg als schrikbeeld. Maar stel je nu eens voor dat er in één keer een hele grote golf op ons afkomt. En dat de modellen zeggen dat dat gewoon kan. Of dat wij zo'n waterbom, zoals dat waarover gesproken wordt, als in Limburg in 2021 krijgen in ons gebied. Dan hebben we echt een hele grote uitdaging met elkaar. En daar houden we nu al rekening mee.